Ja, maar goed, ze hebben het nu helemaal druk. Ze hebben namelijk 2 eieren uitgebroed. En het is ook niet de eerste keer dat er kraamnieuws is op het provinciehuis. Al een aantal jaren broeden er slechtvalken bovenop het provinciehuis. In 2012 zorgde de geboorte van het jong Evert voor veel commotie. Omdat zijn ouders aan het broeden waren, kon het provincielogo op het gebouw niet worden geplaatst. Ja, en op dat hoge provinciehuis staat Caroline Gijsman. Evert, de oude slechtvalk, dus die is inmiddels verhuisd naar Houten. Maar hoe gaat het nu met zijn kersverse broertjes en zusjes? Ja, nou, hier zijn ze dus. Dit zijn de beestjes. Ze worden vastgehouden door Pascal Gijssen. En ja, ze zien er ongelooflijk mooi uit. Ze hebben nog allemaal dons, ja, omdat ze dus nog zo jong zijn. Hoe oud zijn ze ongeveer? Ze zijn nu ongeveer 35, 36 dagen oud. Oké, en ze hebben net ringen gekregen om hun pootjes. En ik zie allemaal bloed en schrammen. Dat was een gevecht, hè? Ja, ze zijn wat groter dan dat we gedacht hadden, dus... Ze zijn nogal, dan zijn ze wat wilder als je ze wil pakken, inderdaad. En waarom hebben ze die ringen eigenlijk gekregen? We willen graag weten waar ze blijven, hoe oud ze worden. Op een gegeven moment kun je dan ook jongen en ouders aan elkaar gaan koppelen. En ja, dat is eigenlijk waarom we ringen. Ja, we staan hier boven op het provinciehuis. Al een aantal jaren broeden hier slechtvalken. Waarom kiezen ze deze plek uit? Nou, zo'n gebouw, zo'n hoog gebouw, lijkt dus op een soort rots. Dus voor hun is dat gewoon een soort natuurlijke plek om waar ze gaan broeden. En wat wij dan doen is daar kasten plaatsen, dat ze wat gecontroleerder gaan broeden, zeg maar. Ja, en daarin hangen ook webcams, en die worden ook, daar worden de beestjes in gevolgd. En wat we net ook hebben gedaan is het geslacht bepalen van de beestjes, want dat wisten we tot nu toe eigenlijk niet. Jij mag het gaan vertellen, maar je liet me net ook even zien dat ik dan naar de pootjes moet kijken. Ja, de pootdikte geeft dus aan of je een mannetje of een vrouwtje hebt. En ook de grootte van de klauw, dus tussen de voornagel en de achternagel, daaraan kan je ook zien of het een man of een vrouw is. Oké, nou en nou lijkt dit pootje dikker dan deze. Is dit dan het? Dit is het vrouwtje en dit is het mannetje. Oké, nou we hebben dus een mannetje en een vrouwtje. Ja, het is bekend. Het gaat om een jongetje en een meisje. Ja, een jongetje en een meisje. Nou, die kunnen we natuurlijk niet hun leven lang zo blijven noemen. Ze moeten een naam krijgen en daar mogen wij weer mee helpen, hè? Ja, de provincie wil graag van iedereen input. Dus als je het leuk vindt om een naam te verzinnen voor deze kleine beestjes, dan kunnen die namen ingestuurd worden naar het e-mailadres van het provinciehuis. En het is de bedoeling dat het dan gaat om een namen van een bekend duo. Ja, dus dit is een jongen en een meisje. Dat zou bijvoorbeeld Jip en Janneke kunnen zijn. Nou, vind je het leuk om mee te denken, dan kan je dat dus insturen. En dat kan tot maandag 8 uur. En dan diezelfde dag, maandag, maakt de gedeputeerde Bart Krol bij ons bij RTV Utrecht bekend hoe deze beestjes gaan heten. Caroline, dankjewel.